Ik ben Frank van der Zijden. En ik ben Leslie Arends en samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en People Management. Zo ben jij als HR professional op 30 minuten helemaal mee. Een nieuwe maand dat betekent ook een nieuwe zigzag HR actueel podcast en ook deze maand hebben we dus drie thema's voor jou en petto. en zoomen we in op cijfers en onderzoek zodat jij als HR professional al die informatie die op jou afkomt in het juiste perspectief kan plaatsen. En dan mag ik deze maand opnieuw samen doen met Frank. Dag Frank. Goedemiddag. <laughs> Welkom terug Frank. Ik heb de indruk dat we elkaar de laatste tijd al heel vaak gezien hebben, maar uh, helemaal goed zo voor mij. <laughs> Um, we, gaan, uh, we gaan starten, Frank, met uh, de HR Barometer, die vorige maand uh, openbaar werd gemaakt. Uh, jaarlijks initiatief van Hudson en Vlerik Business School, tiende keer, tiende verjaardag uh, van de barometer. En ze brengen daarin de prioriteiten en de trends binnen HR in België in kaart. Bij grote organisaties is dat dan, hè? Uh. Wat, wat is jou daarin opgevallen, Frank? Ja, er is altijd um, een moment om naar uit te kijken, want het is toch een. Uh, een bevraging die een aantal jaren al loopt. En het gaat inderdaad over de grootste bedrijven in België. Dus Bel20 bedrijven uit diverse sectoren. En men kijkt eigenlijk naar um, wat zijn de HR prioriteiten voor het komend jaar. Dus 2024 uit een lijst van een 23-tal voorgeselecteerde topics, zal ik maar zeggen. En dus wat mij daarin uh, opvalt is dat um, als je kijkt naar die top 5, dan dat dat eigenlijk heel weinig verandert over mm -hmm. de jaren heen. En dat daar dingen in staan, zoals, en dat is natuurlijk niet uh, verwonderlijk waarschijnlijk, selectie en recrutering, learning development, employer branding, talent management, leadership development. Dus dingen die uh, zeer um, operationeel zijn, die mm -hmm. zeer dicht aanleunen bij de day-to-day -day, uh, ja. uitdagingen waar iets jaar voor staat. En als je dan kijkt naar topics die wat meer, hè, wat we dan noemen, strategisch zijn, want mm -hmm. uh, HR, we, we moeten toch strategisch zijn, we moeten toch, dat, dat willen we toch? Hè? Of dat zouden we toch willen? En dan gaat het over ja, strate um, strategic workforce planning. Mm -hmm. Dan gaat het over HR Analytics. Mm -hmm. Dan gaat het ook over iets wat veel in de mond is. In de vorige podcast heeft Jan het er ook over gehad. De diversity en yeah. equity. Mm het -hmm. staat niet in de top 10 het nee, nee. van de prioriteiten. Strategic workforce planning is ja. helemaal onder. Helemaal laag. Ja. HR Analytics. Dat, mm -hmm. dat beweegt nauwelijks, zou ik zeggen. Diversity is een beetje bewogen, waarschijnlijk onder druk van de krapte. Mm -hmm. Laat ons eerlijk zijn. Yeah. Maar als je daar kijkt naar, uh, dat zijn toch thema's, dat je dan zou kunnen van verwachten in grote organisaties ja. dat die daarmee bezig zijn. Nu, er zijn er wel een paar, um, want in deze barometer was strategisch workforce planning ook het uh, in depth topic. Ja. Mm. Dat wil zeggen, men haalt er elk jaar eentje uit op vraag van de deelnemers om dus zeker in de diepte te gaan. En dan zie je toch ja, dat, dat, uh, dat dat niet echt leeft. He. Dus als nee. je dan kijkt. De cijfers zijn, in het rapport zal, zullen we erbij voegen uiteraard. Mm -hmm. uh, een derde van de deelnemers, HR-directors in grote bedrijven, zegt, ja, het is toch niet meer dan, dan een buzzword. It's not here to stay. Vandaag zeggen ze dat. Ja. Uh, 29% zegt, ja, het is een theoretische notie zonder verdere uh, actie in mijn, in mijn organisatie. En dan vraagt je toch af, yeah. hè, uh, waar zijn we voor een stuk mee bezig? Wanneer dat je weet dat we voor een periode staan van structurele krapte dat we het met minder mensen zullen moeten doen, dat we zullen moeten zoeken naar andere oplossingen om mm -hmm. vacatures in te vullen dan degenen die altijd gewerkt hebben. En het is niet met meer employer branding te doen. En dus in feite nog meer te investeren in recrutering en selectie, dat we de mensen gaan vinden mm -hmm. als ze er niet meer zijn. Mm -hmm. Dus dat is toch wel bevreemdend. Yeah. Nu in, in, de, in de webinar die, uh, die gekoppeld werd aan de voorstelling van de resultaten, hebben we toch twee cases gehad, denk ik, van bedrijven, Carglass en Fluvius die er wel degelijk mee bezig zijn. Ja. Ik heb ook gezien bij Proximus dat men er wel degelijk mee bezig is. En dan gaat het over capabilities. Dan gaat mm -hmm. het over wat zullen we nodig hebben in de toekomst? En wat hebben we vandaag? En hoe gaan we dus de, de brug maken van het een naar het andere? Maar het bewijst andermaal voor mij, toen ik uh, een van mijn wegwijzers, je kent de serie ondertussen, yeah. die Duins, uh, heb ik vorig jaar bezig gehoord op een alumni-viering van... Uh, van de HR Executive uh, alumni van de Vleringsschool, ja. en die bracht een presentatie over wat ik heb dat gevolgd in het begin jaren 2000. Wat is er over al die jaren nu veranderd mm -hmm. in E-Jaar? En dat was eigenlijk bitter weinig. Hè. Dus uh, het toont nog maar eens aan hoe conservatief dat wij bezig zijn, hoe, hoe, hoe dat wij ook met onze neus op de feiten geduwd worden budgetair. Want ja, ja. er moet ook ruimte zijn, ja. natuurlijk mm -hmm. om daar te mogen over denken en daar middelen vrij voor te maken, dan, dan staan we daar eigenlijk toch nog niet ver in. Ja. Uh, ik heb toen ook contact opgenomen met uh, mensen van Hudson en gezegd mm -hmm. van, is dat ook jullie conclusie? En ze, moesten dat, en ze hebben ook behamd, ja. inderdaad, dat is ook ons conclusie. Uh, we zijn nog ver, zoals men op zijn Vlaams zegt, van de nieuwe patatten. En dus uh, als ik dan kijk naar een, een slide die Dirk Buijs toen heeft laten zien in zijn presentatie, dan ging het over... In, dat is een internationale studie van de, de Kranet de Research Institute eh, over mm -hmm. evolutie van hoeveel HR directors zitten er nu in die Belgische ondernemingen in het directiecomité. Dus aan tafel, als een strategie wordt uh, beslist. En dan zie ik dat in 1995 was dat nog 49%. Procent. Mm -hmm. En in 2022 amper 11%. Procent. Mm -hmm. Dan zeg ik van het is achteruit gegaan in plaats van vooruit. Dat is toch wel verschrikkelijk. Mm -hmm. Dus er zijn toch wel rare dingen aan het gebeuren. En op zijn minst, denk ik dat die barometer aantoont dat wij nog te veel met, zoals men in de, in de koers zegt, met de, de neus in de Gidon zit en te weinig vooruitkijkt <laughs> waar in ja. feite de toekomst ligt en waar we moeten mee bezig zijn. Misschien dat dat op vandaag of morgen geen resultaat zal bieden of maken, maar dat we daar toch moeten over nadenken hoe we ons bedrijf door die mentale winter hoe dat Fons van Dijk dat ons ja, ja. Gaan, uh, gaan helpen. Hè. En dus, dat zal niet zijn met de recepten die altijd gewerkt hebben. Dat zal met nieuwe recepten zijn. Amai, maar van de laatste cijfers schrik ik toch wel, want ik heb onlangs nog aan iemand gevraagd, dat was we weer van ja, HR moet in plaats aan de directie. ik dacht zijn we daar nu nog mee bezig? We zitten er toch ondertussen wel al allemaal blijkbaar zeker? Niet, blijkbaar helemaal niet. We zijn niet. daar uh, niet echt op vooruit gegaan. Ja. Ja, ja, ik vind dat niet fijn om deze podcast daar op die manier mee te <laughs> openen. Maar we hebben in mei wel. Gans het nummer gaat over de skillset van HR en HR directors, hmm. maar HR bij uitbreiding. We hebben Dave Ulrich uh, geïnterviewd. We hebben heel veel HR directors geïnterviewd. We hebben het ook internationaal bekeken. Um, zonder al te veel te spoilen, maar het. het profiel van HR professionals, vaak psychologen, die te weinig met bedrijfseconomische context bezig zijn, uh -huh. kan een deel van de verklaring zijn voor het feit dat er meer met mensen en een operationeel en welzijn, dan men daarmee bezig is en in verhouding te weinig met de bedrijfsvoering is. Maar dat is een gevaarlijke aanname, terwijl dat ik ze uitspreek, denk ik, van voorzichtig zijn. Maar het zou misschien wel goed zijn om daar die kennis wat bij te spijkeren of ja, die profielen weet, wat meer aan te trekken. Ik weet dat ik ooit in een van de vorige podcasts, al een tijdje geleden zijn, ik een studie meegebracht heb van hoe dat HR mensen hun loopbaan verloopt. En dat je ziet dat dat een zeer, Liefree, hè? Een, een zeer <laughs> ja. eiland iets dat is. is hè? Dus, dat ja. ze heel sterk in die HR-wereld blijven. En ja. dat, ze, dat er weinig zijn die. Van andere, van andere ja, bedrijfsomgevingen uh, mm -hmm. geproefd hebben, al voor ze erin gestapt zijn. Yeah. Maar goed, het zijn vaststellingen. En uh, als ik die hr barometer zie, dat is dan toch wel zoiets bij mij blijft knagen, want yeah. wij zijn daar ook mee bezig. Wij proberen yeah. bedrijven toch ook duidelijk te maken vanaf een zekere grootte dat je met de cijfers moet bezig yeah. zijn. En je ziet die cijfers toch zeer weinig, te weinig in mijn ogen, terwijl mm -hmm. dat ze wel ter beschikking zijn. He. Dus Zeker. het is niet dat er geen cijfers meer zijn. Maar we werken daar weinig mee. En, uh, en ook waarschijnlijk de druk van, uh, van, ja, ja, ja. De, van de dag eh, ja, op, op die budgetten. Om ja. dat scherp te zetten en om niet verder te kijken dan, dan morgen. Laat staan overmorgen. Wanneer naar volgende week of volgende maand? Nee, nee. Nee, nee, maar die druk-effectief en de krapte gaan zeker niet helpen. Maar dat is niet al 25 jaar aan de gang. Hè. Toch niet in de mate die we ze van uh, op dit moment uh, uh, ervaren. Maar goed, het was een aanname. Ik ga het een aanname benoemen. Maar ik, ik zou het persoonlijk interessant vinden om daar verder ja. iets mee te doen. Voor het tweede thema heb je gekozen voor een heel interessante analyse uit eigen huis, waarin jullie me zeker eens aantonen dat de afschaffing van het ziektebriefje een significant effect heeft gehad op de werkvloer. Absoluut, hè? Dus um, ik denk, uh, we moeten het niet onder stoelen of banken steken. Absenteesme blijft een thema in België dat uh, bijzonder actueel is en ernstig is. Hè? Ik denk ook daar heeft Jan vorige podcast over gesproken, in het recent verslag van de Hoge Raad van Werkgelegenheid. Mm -hmm. Ja, toch wel spreekt in dus uh, nergens zijn er meer mensen afwezig op het werk wegens ziekte en invaliditeit in Europa dan in België dus je kunt je de vraag dan stellen van wat doen wij daaraan beleidsmatig mm -hmm. uh, en dus dit wat, wat men nu beslist heeft helpt daarin in elk geval in mijn ogen niet dus wanneer nee. heeft men beslist op een zeker moment 22 november uh, eind november 2022 heeft men beslist om het ziekenattest, dus of het ziekteattest voor afwezigheid van één van dag of meer uh, af te schaffen voor in de bedrijven van meer dan 50 werknemers. Mm -hmm. Dat is een rare beslissing. Het is altijd een rare beslissing geweest. Ik begrijp de achtergrond, mm -hmm. dus de administratieve ontlasting van ja. artsen enzovoort. En het vertrouwen geven aan de medewerkers. Maar ik begrijp wat minder dat men dat doet in bedrijven van meer dan 50 werknemers. Waar mm -hmm. in feite die cijfers altijd hoger geweest zijn ja. dan in de kleine bedrijven. In de kleine bedrijven, minder dan 50 werknemers, is er meer sociale controle. Staat men dichter bij elkaar en mm -hmm. gaat je dus denk ik nog rapper naar het werk komen als je, je wat minder voelt dan in een groot bedrijf. En ja. daar, daar heeft men dan in feite onder voorwaarden wel, want het is drie keer geloof ik op jaar dat je mag doen, gezegd van je mag afwezig zijn zonder, het ja. nee, dus een dag afwezig zijn ja. zonder uh, ziekteattest. In het begin dacht men, mooi ja, dat zal niet veel geven. Mm -hmm. Nu zijn we een jaar verder en wat zien wij? In die bedrijven, minder dan 50 werknemers, is het absentisme één dag. Hè? Gestegen met 15 procent. Mm -hmm. dus je zou kunnen zeggen: oké, okay, het is een stijging. Maar in die bedrijven waar men in feite het ziekenbrief heeft afgeschaft, plus 50 bedrijven, is dus de eendagsafwezigheid gestegen met 44 ja. Dan kun je zeggen: hoe is dat mogelijk? Um, nu, uiteraard, uh, is het, er is één goede zaak aan. Dat wil dus zeggen: als je kijkt, de, kost, de totale kost is in feite niet veel hoger. Dat wil zeggen dat mensen meestal maar een dag afwezig geweest zijn en dan teruggekeerd zijn. Mm -hmm. Tot daar. Maar je, mag, je toch niet, uh, mag toch niet onderschatten wat dat betekent in een organisatie om, om de naverklap mensen niet te zien opdagen. Ja. opdagen. Dus dat betekent indirecte kosten. Je moet vervangen, zeker in, in, in werkposten die dan een bezetting vragen. Ik denk aan in de retail, ik denk ja, aan ja. productiebedrijven. Je moet die mensen vervangen. Ga niet anders. En mm. dus dat betekent kosten maken. Dus het is, denk ik, beleidsmatig toch wel iets om een keer over na te denken. Of dit ons gaat helpen mm -hmm. in de problematiek, grosse mode van het absentisme. Yeah. Oké, okay, ook het langdurige absentisme stijgt uiteraard sterk. Maar we kunnen dit missen als de kiespijn, als we maatregelen nemen die dan ook nog het korte absentisme doen stijgen. Dat is die, ja. Daar zijn we dus niet mee geholpen, denk ik, in België. En dus dat is zeker geen goede zaak. Vooral omdat ook vanuit academische invalshoek, en ik heb verwezen, of ik zal verwijzen met de bron. Naar het artikel van Cedric Velge in de mm -hmm. waarheid over het ziekenhuis. Ja. Dat men ook in academisch onderzoek uh, ja. heel veel vragen stelt vandaag nog bij die, wat men dan noemt zelfcertificatie. Hij ja, ja. wist het al, nog... Cedric. Ja, hij wist het al. <laughs> ja. En, dus, en, en ja. toch doen we dat dan maar. Dus, mm -hmm. En dat zijn dan van die maatregelen die ons in deze problematiek van absenteesme, waar we echt wel een uitdaging hebben, ja. die vooruit helpen. Ja. En dus men, denkt er, men dacht eraan in het begin, als men dat heeft ingevoerd, om het zelfs uit te breiden. Uh, ja, ik zou zeggen, ik ga niet over één ijzen. eisen. Nee, nee. Want als je dit nu al ziet, dan uh, dat voorspelt niet veel goeds. Uh, nee. Oké, okay, ja. het tweede thema, met een toch niet zo positieve ondertoon als we dat mogen zeggen, gaat het derde thema meer positiviteit brengen. We zullen het uh, horen. <laughs> en het gaat over de 16e editie uh, van de, de IMEC, Digimeter ja. en de Digitale Staalkaart van Vlaanderen. Dat is het derde thema. Opmars van generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT is omnipresent. Maar wat moeten we, dat staat daarin. Dat was een van de conclusies misschien. Wat, wat, wat moeten we daar nog te onthouden? Wel, ik heb het thema gekozen omdat ik ook denk um, dat de technologie echt een hefboom zou kunnen zijn. En eigenlijk ook zou moeten krapte. zijn ja. om ons te helpen in uh, het oplossen van die krapte. Uh, door in feite uh, ja, dingen te gaan doen waar dan, dan geen mensen meer voor nodig zijn tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Maar ook productiviteit te winnen. Ja. Dat moeten we ook doen. Hè? Dus, uh, uh, er is nu uh, een artikel verschenen, uh, ondertekend door 64 economen ja. in de standaard. Dat zegt van, jongens, als we de productiviteit niet omhoog krijgen, uh, alleen met die 80% werkzaamheidsgraad gaat te niet lukken, halen, hè? gaat het niet lukken. Dus dan kan die technologie ook ons toch helpen. En hier is dan toch wel een stuk een hoopgevend signaal. Mm -hmm. hè? Want die, uh, dat rapport, die Digimeter, hè, dat heeft men al een aantal keren gedaan. En dat is vrij representatief voor uh, waar Vlaanderen zich positioneert rond... Digitale vaardigheden en het gebruik van, van, van uh, technologie. Mm -hmm. En dan zien we toch dat dat, dat, dat hoopgevend is. En toch wel mensen, dat mensen dat meer en meer beginnen te adopteren. En dat te zien als: ja, het zal dus vanaf nu zo zijn. En we moeten mm -hmm. ons aanpassen daaraan. En we gaan dat omarmen in plaats van dat verwerpen. Dat is een goede zaak. In mijn, in mijn ogen is dat een goede zaak. En dus vooral als we dan kijken naar die AI. En dus dat een van die. Want het rapport. Er staan tiental, een tiental hoofdstukken in. Het gaat over hoe dat we ons bewegen op social media, mm -hmm. hoe dat we, dat we kijken qua media, hoe dat we onze smartphone gebruiken, waarvoor enzovoort. En er staat ook in, in feite, het begrip AI. En dus dan zie je dat in het rapport uh, men tot de conclusie komt dat 90% van de Vlamingen AI kent. Mm -hmm. Dus uh, we weten waarover het gaat. En dus uh, 57% kan uitleggen wat het ook uh, betekent. Dus we beginnen daar toch... Dat te zien, er is ook een congres geweest van het Departement Sociaal Economie rond in feite de toekomstverkenning 2035 en wat mm -hmm. we met die technologie zouden mm -hmm. kunnen gaan doen en hoe dat we die zouden kunnen inschakelen in de wereld van werk. En daar zie je toch in mijn ogen heel, of daar zag je toch een aantal vooruitstrevende cases, waarbij bijvoorbeeld lagere scholden eigenlijk met een VR-bril. Uh, instructies kregen van hoe dat ze iets moesten doen aan de werkpost in hun eigen taal. Oké, okay, ja. Yeah. Dus ik zei, ja, dat kan toch wel helpen om één mensen in te schakelen, met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt laat staan, om mensen die de, de taal, taal niet kunnen, ja, ja. en hen toch ook dingen te kunnen laten doen op een productieve manier ja. en een veilige manier. Dus ik, ik geloof dat dat ons kan helpen. En dus de conclusie van dat uh, congres, um, dat was dan ook van, um, we moeten vooral uh, ervoor zorgen... Dat in feite mensen geen weerstand ontwikkelen daartegen. Mm -hmm. En dan ze zeggen: ik ga dat nooit niet doen met dit. Hè. Dus uh, ik, bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Er <laughs> zijn nogal wat mensen die met een elektrische wagen rijden. Hè. Nogal wat mensen die met een Tesla rijden. Ik ken mm -hmm. nu een aantal mensen die zeggen: mijn man of mijn vrouw heeft een firmawagen. Ik ga daar niet meer rijden, want dat is elektrisch. <laughs> ik durf dat niet. Yeah. Dus we moeten die drempel absoluut naar beneden halen. Mm -hmm. En dus in feite mensen zeggen van: kijk, dit is geen bedreiging. We hebben ook gezien in de, in de retail, toen de eerste zelfscanningkassas kwamen, de kassiersters uh, zagen dat als een bedreiging. Die ja. hadden ons een job hier afpakken. Mm. Nee, het is omdat we gewoon geen kassiersters meer gaan ja. vinden. En om ervoor te zorgen dat je geen files aan je kassa hebt, gaan wij ook zelfscanningkassas installeren, ja. waardoor de werklast voor een stuk verminderd wordt. En het is dat soort argumentatie dat we moeten gebruiken, denk ik, om ervoor te zorgen dat dus in feite um, die technologie uh, ingang kan vinden. Mm -hmm. En ik denk zo'n rapporten. Geven ons toch wel de hoop dat dat kan lukken ja. als we dat goed aanpakken. Dus, uh, by the way, zou ik zeggen: er is ook uh, hier in Gent um, een seminarie van het VDAB binnenkort, het Lentenseminarie, uh, 21-5. Dus interessant okay. om een keer naar te kijken. En dat gaat over AI in HR. Dus misschien okay. ook interessant om, om mee te doen. En wie weet je wel wie dat daar op het podium gaat staan? Toevallig? De, 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 ja. de sprekers zijn bekend, dus ik, uh, ik zal de link uh, ah, toevoegen. Ja, ja. Uh, ja. Maar het is interessant, denk ik, want ook in HR gaan wij daar moeten ja. naar kijken en, en het ja. gebruiken voor wat het waard is. Mm -hmm. uh, ik ga er straks nog iets over zeggen, over die AI, want ik, ik hoor dan soms al kritiek, ja, maar AI is gebiased. Ik heb het deze week nog gehoord. Maar daar ga ik straks iets over zeggen. Alsof dat we zelf niet gebaaist voilà. zijn. Ik voel, ik, voel het al komen. ik voel het al komen. En de herkenbaarheid ook van de elektrische wagen. Ja. Want Sven rijdt vol elektrisch. Ik rijd met een diesel. Niet lang meer, want ik heb een nieuwe auto moeten kopen. En dat gaat dus ook een volledig elektrische zijn. Er is weerstand op alle mogelijke fronten ja. bij mij. En ongelooflijk veel stress. En het ding is er nog niet eens. Maar techniek, techniek is, is evolueerd. Ja. En, is, en we komen van... Om in de wagens te blijven... Ik heb heel lang met een handgeschakelde wagen gereden. Ah, ja, ja. We zijn dan overgeschakeld naar een automatische mm -hmm. uh, versnellingsboot. Uh, mm -hmm. En dus mijn vrouw wou er in het begin ook niet meer rijden, want ze zei: die wagen is rijdt anders. Mee en met een elektrische wagen <laughs> ja. is dat nog meer. Ja, ja. Dus die wagen inderdaad, rijdt voor een stuk mee, u, maar wel op een zeer veilige manier. Ja. Dus we moeten het leren om de dus controles soms hier en daar wat te lossen dat en te gaat. vertrouwen in de technologie. Ja. Ja. Moeilijk, 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 moeilijk. <laughs> Voor het cijfer van de maand gaan we naar de VDAB-spanningsindicator. Inderdaad. Dus, um, ik denk dat wij... We hebben het gehad in de, in de, in de podcast met, um, met Fons van Dijk over mm -hmm. die mentale winter. Misschien dat we inderdaad aan de, aan de deur staan van de mentale ja. winter. We zien nogal wat herstructurering. We zien dat er wat ontslagen vallen links en rechts. Vooral in de industrie, maar ook toch... Decathlon enzovoort, ja, ja. dat zijn dus, en uh, Esprit, dat zijn dus toch geen echte industriële bedrijven. Um, en dus het zou wel een keer kunnen, je ziet ook het consumentenvertrouwen blijkbaar wel zakken. En het, zou, het zou dus inderdaad, en de media geven daar heel veel aandacht aan, dat ja. heeft eh, vorige keer ook Jan gezegd, dat wordt dus uitgespreid, mm. en, alhoewel dat dat uh, maar een bepaald percentage is van het totaal ontslagen, wordt dat natuurlijk ja. uitvergroot. En dat zou wel de indruk kunnen doen ontstaan van uh, het beste ligt achter ons en we gaan terug uh, naar de jaren 80 of zoiets, met massale werkloosheid enzovoort enzovoort. En daar wil ik dan toch wel ergens uh, uh, een, een, uh, allez, zeggen, een, een wal voor maken. Te zeggen ja. van, Dat gaat niet gebeuren, ik mm -hmm. geloof dat niet. Eén, inderdaad, die spanningsindicator is wat gestegen, maar die ligt nog altijd op maar 2.42 kandidaten per vacature. We moeten dat toch niet onderschatten. We zitten met een van de, hoogst, met de hoogste vacatures in Europa. Mm -hmm. Het meest aantal openstaande vacatures per 100 jobs. Hè. We zijn kampioen. We zitten met een beroepsbevolking die nu in een dalende fase gaat. En voor de komende jaren, dus we zeggen dat er altijd maar minder mensen beschikbaar komen op de arbeidsmarkt. En dus mensen die dus weggaan, die babyboomers, die gaan een grote leemte achterlaten. Mm -hmm. Jobs gaan niet verdwijnen. Hè? Dus dat is ook niet zo dat we mogen verwachten dat er plots minder jobs zullen zijn. Dus er verdwijnen jobs, maar er worden er ook gecreëerd. Hè? Als je kijkt naar de studies van DINAM, ja. dat zijn voor mij de meest representatieve studies voor België, dan zie je, oké, okay, die zeggen elk jaar zijn zoveel jobs verdwenen, er zijn er zoveel bijgekomen. En de laatste jaren is het resultaat oh, is positief. altijd positief. Ja. Dus dat wil zeggen, er worden altijd meer jobs gecreëerd dan dat er dus verdwijnen. Um, we zitten met een historisch lage werkloosheidsgraad. Hè? Dus uh, ja. Dus ik denk dat we niet mogen denken dat, uh, en natuurlijk, zoals hier ook gezegd is, geweest, ontslagen worden is erg. Hè? Mm -hmm. Je wenst dat niemand toe, dat is niet leuk, want dat, dat brengt onzekerheid en dat brengt in feite ook uh, stress mee. Maar uh, anderzijds, uh, als het gaat over een structurele of collectieve Een collectieve maatregel, het grote voordeel tussen aanhalingstekens en ik weet mijn woorden is: het heeft niks met u te maken. Ja? Mm -hmm. yeah. Als je ontslagen wordt. En men zegt dat het met u te maken is, is dat een veel, groter, uh, ja. een veel grotere wonde, denk ik, die, die, ja. die je krijgt dan wanneer je collectief uiteraard verliest je uw gekende omgeving, je collega's enzovoort. Maar het heeft, je moet het niet persoonlijk nemen. Mm -hmm. En in die zin kun je voor mij, in mijn ogen, die rouwperiode wel inkorten en zeggen, ik kan zo snel mogelijk naar iets anders op zoek. Ja. Want ik heb die periode niet nodig om, wat je dan normaal gezien bij een ontslag wel doorgaat... Vraag wat dat dup, dat heb wel. ik hier misdaan? Ja. Hoe, komt dat nu? Hoe is dat nu mij overkomen? En je voelt je bijna schuldig op een zeker moment hier. Dat schuldgevoel is, hoeft niet persoonlijk mm -hmm. te zijn, helemaal niet. Hè? Dus in die zin, er zijn ook vacatures. En dus ik denk dat het grote verschil, ik heb dat ook vorige keer hier gezegd, met die arbeidsmarkt in de jaren tachtig, is toen was er massale werkloosheid. En als je werkloos werd, ja, dan ging het heel moeilijk zijn om terug werk te vinden. Ja. En ik denk dat dat uh, misschien uh, een beetje de... De, de, de rare situaties die wij. Eh, men spreekt heel vaak over een schizofrene arbeidsmarkt, als de ene kant ontslagen, maar als de andere kant toch ook heel veel vacatures, ja. die het theoretisch mogelijk maken om heel snel de overstap te om maken. Om die transitie sneller te maken. Uiteraard, uit en, uh, uiteraard ja. weten wij dat een, een profiel dat in de industrie gewerkt heeft, toch in de maak-economie, dat dat heel vaak niet zomaar copy-paste is eh, voor een profiel in de dienstensector, toch? Mm -hmm. want daar zijn vandaag de meeste jobs. Ja. En dat je misschien inderdaad in een transitiefase moet komen, dat je wat moet uh, upskillen of reskillen. Maar laten we zeggen, als je echt een werkwens hebt en je kunt je daar um, door die rouw uh, wat, wat uh, uw wegbanen, dan kun je vrij snel terug aan de slag. Voor de meeste gevallen. Ja. En dat is dan het goede nieuws. En, uh, en ik hoop dan voor die mensen, en uh, dan meen ik echt dat zij een job vinden, maar dat ze misschien minstens even graag gaan doen. Slechts liever ja. dan de job die ze daarvoor. Die ze deden. daarvoor deden. Want dat is ook een kans die ze krijgen in ja. die, in die uh, markt van vacatures. En dat heb ik nog gezegd, maar we zitten sedert corona uh, ruim boven nog altijd in, in België meer dan 150.000 openstaande vacatures 183.000. Dat yes. is wel gezakt, hè? Ja. Maar als je kijkt in. Uh, Nee, op macro niveau, dan blijven we op een zeer hoog niveau uh, evolueren. Mm. En de kans dat dat plots ineenstuikt, is relatief klein, gezien de onderstroom demografisch. Is. Ja. Dus ik denk dat we ons uh, in die zin uh, niet te veel zorgen moeten maken. Uiteraard, voor die mensen die betrokken zijn, is dat erg. Maar de kans dat ze terug aan de slag kunnen, is, is behoorlijk groot. Ja. Op, kort term, op, op korte termijn. Op voorwaarde dat ze een werkwens ja. hebben. Ja, op voorwaarde ze een werkwens hebben. Ja, mm -hmm. ja. oké. Okay. Onderzoek van de maand, daarvoor heb je gekozen voor uh, onderzoek dat da jullie vanuit Zeker samen gedaan hebben met uh, Graden Credit Safe, uh, waarbij jullie de verbanden leggen tussen absentisme en bedrijfsprestaties en concreet ja. maken welke specifieke bedrijfskenmerken burn-out risico beïnvloeden. Ja, inderdaad. Um, das, das, uh, dat, ali, dat is vrij innovatief, vind ik persoonlijk, omdat wij onze, onze databases, die vooral te maken hebben met... Uh, met HR-data, zoals absentisme, verloop, loonkosten enzovoort, combineren met data van een andere specialist, zijn de Graden, Credit Safe Belgium, die enorme massa data hebben over bedrijfsperformantie. Mm -hmm. En op een zeker moment zijn we bij elkaar geraakt en zei Graden: Kijk, wij denken dat we over zodanig veel gegevens beschikken dat we eigenlijk bijna een soort van predictief model hebben over als een bedrijf dit en dit en dit vertoont, dan betekent het dat als het niets doet, dat het over zoveel jaar wel niets mm -hmm. zou kunnen gedaan zijn. En ze hadden nog wel lacunes in hun model, en één daarvan was het aantal lange afwezigheden, burn-out-risico, om dat ook in kaart te brengen. Mm -hmm. En vandaar zijn wij gaan, gaan samenwerken, en hebben die data in feite uh, aan ja, elkaar verbonden. GDPR-proof uiteraard, dus dat er uh, niks uh, uh, onwettelijks kan gebeuren. En we hebben voor de eerste keer, en dat zijn zaken die je bij je buikgevoel natuurlijk wel aanvoelt als bedrijf veel afwezigheden heeft, dat dat wel op zijn bedrijfsprestatie ja. zal wegen. En op zijn loonkost, dat is nu zo. Maar we hebben het voor de eerste keer toch wel heel, heel duidelijk becijferd. We hebben een white paper daarover geschreven. Ik zal die, die mm -hmm. link toevoegen, want die is gratis. Waar je ziet dat in feite, ja, een aantal resultaten... Hè. En, en het klinkt natuurlijk wat theoretisch, maar goed, bedrijven zonder personeelsverloop... Mm -hmm. hè, die zijn 1,28 keer productiever dan bedrijven met een hoog verloop, waarom mm -hmm. een verloop kost geld. Ja. He, uh, wil dat zeggen dat je geen verloop moet hebben? Waarschijnlijk niet, maar dat zeggen geen verloop is theoretisch. De, de spanning is 1,28. Ook interessant, bedrijven zonder studentencontracten, waarvan men weet van als je met studenten werkt, dan ligt de loonkost lager. Mm -hmm. Dus in je loonkost heeft dat een effect dat je dus minder uh, loon uitgeeft. Maar het heeft wel een productiviteitsverschil uh, met vaste werknemers van 1,3. Dus uw vaste ja. werknemers zijn 1,3 keer productiever dan ja. een doorsnee jobstudent ja. op termijn. Ja, uh, en het, misschien het interessante is ook dat winstgevende bedrijven, bedrijven die het goed doen, die hebben veel minder te maken met burn-out. Ja. Burn-out komt vooral voor in bedrijven die het minder goed doen, mm -hmm. waar de druk hoog is, waar het leiderschap dan ook vaak toxisch is of toxischer, omdat ze de druk zetten op de mensen ja, om dus resultaten te doen. En dus, ja, dat zijn zo van, van die zaken die, um, die heel interessant zijn. We hebben een analyse gedaan voor de apotheeksector, omdat we daar ook een vraag gekregen hebben. En dan zagen we plots dat wanneer je keek naar de, de, en de apotheek, vooral duidelijkheid, minder dan tien mensen, doorsnee apotheek, mm -hmm. hè, minder dan tien mensen in dienst, vaste contracten, dat dus uh, de verschil tussen de apotheken die de hoogste loonkost hadden en de laagste loonkost, tweeënhalf keer was. Dus met andere woorden, apotheken met de laagste loonkost hè, die hebben 2,5 keer minder loonkost dan diegenen. En dat had te maken met absenteesme. Ja. Kort en lang absenteesme ja. als bijzonder verklarende factor, ook verloop. Veel verloop, weinig verloop, heel vaak gaat dat samen, absenteesme en verloop. Mm -hmm. Dus met andere woorden, er is toch wel een potentieel om een keer te gaan kijken van wat kan ik eraan doen. Yeah. Want kort absenteesme, voor alle duidelijkheid, dat heeft onmiddellijk effect op je gewaarborgd loon en dus ook op de loonkost en dus ook op de bedrijfsperformantie. Maar het is toch interessant om te weten dat een van de redenen van kort uh, absenteesme betrokkenheid, motivatie, engagement is. Yeah. Dus als je mensen kunt betrekken uh, en geëngageerd, wil dat zeggen dat ze nooit ziek vallen, uiteraard gaan ze ziek vallen. Maar niet zo frequent als iemand die mm -hmm. dat niet is. Dus je hebt daar impact op als bedrijf en als bedrijfsleider. En dus dat soort zaken die zijn toch heel interessant uh, om een keer te lezen in die white paper. Mm -hmm. Ook het feit dat uh, ja, in, uh, in bedrijven waar er dus uh, genderdiversiteit is, dat er veel meer aandacht is voor flexibiliteit, mm -hmm. dan in bedrijven waar er geen genderdiversiteit is. Waar ja. je zegt van ja, er zijn dus een, een, een mannenbedrijf. En die hebben dat niet nodig, want daar zie je dat burn-out-risico groter is dan mm -hmm. in bedrijven waar die genderdiversiteit is, omdat men vanuit de cultuur aandacht schenkt aan die flexibiliteit die ja. mensen toch wel nodig hebben op bepaalde momenten in hun leven. Deke? Dus interessant onderzoek om eens te lezen. Het is ook een lijvige white paper. Mm -hmm. We geven die niet vaak niet meer uit. Het is denk ik in een van veertig bladzijden of zoiets. Dus met heel veel analyse en heel veel uh, stof tot nadenken, denk ik. Ja. En concreet uh, uiteindelijk geeft het ook een concrete handvat waar dat je wel impact op kan hebben Dudaad. en waar dat je dus je tijd en je geld die beide schaars zijn best kan op ja. inzetten. En nogmaals, ja. een, een, ik zou zeggen een, een reden waarom dat je met cijfers moet bezig zijn. Ja, ook in hopla, jaar. voilà. <laughs> Dan gaan we naar het uh, boek van de maand. De vorige keer heeft ons dat tot een nieuwe podcast uh, gebracht. Dat zal deze keer helaas niet gaan, omdat de auteur van het boek nog niet zo lang geleden, of enfin, hij woont al niet in, in België, maar is ook recent overleden. En het gaat over het boek Noise van Daniel Kahneman. Hè? Waarom moet haar dit boek lezen als we dat nog niet zouden weten? Maar vertel. Ja, eigenlijk zijn er twee mensen die ons uh, in de maand uh, maart. Uh, ontvallen zijn. Dat is uh, twee, twee grote, uh, grote figuren, zou ik zeggen, in, in HR, maar ook in, in, uh, in, in breder dan HR, in het, mm. het, het, het veld van uh, menselijk gedrag. En dat is uh, Kahneman, Daniel yeah. Kahneman, is, uh, zeer zeker, en daar gaan we het over hebben, ook Frans de Waal. Ja. Yeah. Uh, dus, uh, de Nederlandse primatoloog, die dus ons geleerd heeft om te kijken van waar wij komen, eh, namelijk van, uh, van bij de apen. Eh. Dus mm -hmm. die ons uh, zeer mooie filmpjes bezocht heeft van hoe dat wij denken over... Fairness in Verloning, als je die film ja. bekijkt, fantastisch. Ja. Maar goed, we gaan het hebben over Daniel Kahneman. Ik kon het ook over Frans de Waal hebben. Maar ik denk dat Daniel Kahneman wat dichter staat nog bij Char. En dus ja, ik ga het hebben over het boek Noise, a Flaw in Human Judgment. Het is de opvolger van Thinking Fast, Thinking Slow. Het was een heel moeilijk boek voor mij om te lezen. Een heel dikke ja. kanjer. Ja. Uh, weinig toegankelijk, vond ik. We moeten uh, je moet erin zetten. Hè? Ja. Maar deze opvolger daarvan, ja. Noyce, is voor mij toch wel wat uh, mm -hmm. laag, meer laagdrempelig. Of je zijt al geoefend in Daniel Kahneman. Het, is, het mm. is ook een boek dat... Uh, allee, hey, we zijn bij Secrex lid van de Vigor Unit. En, uh, mm -hmm. en Cedric heeft dat al lang op onze leeslijst gezet. Ik moet eerlijk zeggen, ik had niet veel goesting om eraan te beginnen. Maar ik dacht, nu met Kahneman is het misschien toch wel... De moment om het boek een keer te lezen. Een mooi eerbetoon. Het is een mooi eerbetoon. En dus Daniel Kahneman is uiteindelijk ook een van de enige mensen in een HR-omgeving die de Nobelprijs gewonnen heeft ooit. Dus toch wel de moeite waard. Mm -hmm. het, is, het is een zeer interessant boek. Het is veel toegankelijker. En um, ik verwijs dan aan andere van mijn wegwijzers, Jeff Brouwers, hè, mm -hmm. die, die mij mm -hmm. ooit zei, uh, Frank, uh, mensen denken nog veel te lineair. He, daarom denken ze ook zo vaak fout. <laughs> zijn dus, wij denken dat we zeer logische wezens ja, zijn mm -mm. en rationele wezens, maar eigenlijk zijn we dat helemaal niet. He. En dus daar gaat het boek eigenlijk over, over hoe dat wij als mensen uh, ons oordeel vellen. He. En dus, uh, wat Kahneman doet, is eigenlijk in, in een eerste op een zeer ludieke manier duidelijk maken wat het verschil is tussen noise en bias, wat we wel kennen. Bias is een soort van scheefheid mm -hmm. die er zit. Um, allee, ik bedoel, als je een bepaald politiek milieu opgegroeid bent, als kind, dan denk ik dat je naar de dingen kijkt met een zekere Door die bias. die bril. He? En dus de <laughs> ja. ene heeft, heeft die een bias, de ander heeft die een Dus gebiased zijn we soms vanuit onze opvoeding of vanuit de manier waarop men ons heeft opgeleid om te kijken naar de dingen. En iemand die psychologisch zal ook gebiased zijn, want die kijkt vanuit het individu. Iemand die mm -hmm. sociologisch opgevoed, die kijkt vanuit het, ja. de groep. Dus die bias is er. Maar noise is nog iets anders. He? Noise is in feite. Hij eh, vergelijkt het met schieten naar een schietschijf. En hij zegt: Als je bias ziet, dan zie je alle puntjes staan. Links of rechts van, uh, van het doel. Maar als je noise ziet, zeg, dan zie je de puntjes overal staan. Ja. Dat is gelijk als ze willekeurig morgen wat geschoten hebben. Zegt, en het wilde weg. En dat is noise. En dus uh, noise komt voor omdat wij uh, naar dingen kijken vanuit een bepaalde filter. En die filter, ja, dat die zal, die zal u niet, niet, uh, niet verwonderen, dat is onze persoonlijkheid. Mm -hmm. Uiteraard, iedereen heeft zijn persoonlijkheid. Onze opvoeding. Eh. Onze vriendenkring, onze omgeving, die mm -hmm. ons gebracht heeft tot wat wij zijn of tot wie wij zijn. Eh, maar eh, ook nog een aantal andere dingen die we vaak onderschatten. En hij beschrijft dat heel mooi in het boek: het weer, ja. de stemming waarin wij zijn, de mate waarin we vermoeid zijn of gestrest zijn. het tijdstip van de dag, de kleuren waardoor we omringd worden, geven allemaal in feite impact op de beoordeling. Ja. Dat is heel mooi om te lezen, hij geeft daar heel mooie voorbeelden uit de rechtspraak. Men heeft onderzoek gedaan bij rechters, dat zij dus uh, ja, mensen veroordelen welke straffen dat ze krijgen. En hij zegt van, uh, de, 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 de variabiliteit voor hetzelfde misdrijf is enorm, omdat die rechters eigenlijk uh, ja, een beslissing nemen op basis van ja, hun... Uh, hun lens, hun ja, moed. Hun, en hun gemoedstoestand. He, en dus, en op dat, dus, dat, is, ja. dat is ongelooflijk, zegt hij, wanneer je aan die rechters, diezelfde rechters, wat hij noemt mandatory guidelines meegeeft. Van kijk, deze straf, dat is minimaal zoveel, maximaal zoveel. En dat zijn eventueel bezwaren, elementen. En daar kun je dan nog wat mee spelen. Maar he, dan zit je plots dat die variabiliteit enorm verkleint. En mm -hmm. dat die straffen heel wat dichter bij elkaar liggen, wat het zou moeten zijn. Want anders hebben we geen rechtszekerheid meer. Anders gaat het over wie is de rechter waarvoor je moet verschijnen. En in België bestaat dat ook. Iedereen kent die rechters. Ja. Als je een boete hebt en je komt voor die rechter, dan mag je Dan weet verkeken. je wanneer dat... Ja. En voor een anderen kun je er misschien van afgeraken met een vermaning, bij wijze van spreken. En die verschillen zijn veel te groot, zegt hij, mm -hmm. wanneer je daar niet die mandatory guidelines geeft. Het is toch wel interessant om dat boek te lezen, vooral ook voor HR-mensen omdat wij ook die beslissingen nemen. Hè. Wij beslissen over aanwerving. Wij gaan doen aan potentieelbeoordeling, aan prestatiebeoordeling. Wij doen assessments. En dan is het toch wel belangrijk dat uw oordeel voor die kandidaat dan toch ja. hè, zo objectief mogelijk is. Het gaat hem, en als ik dan bekijk met assessment, ik heb ook ooit die opleiding gevolgd en ik vond dat toch wel sterk, want daar krijg je die mandatory guidelines. Hoe moet je naar een assessment gaan? Mm -hmm. Wat wordt er van een assessor verwacht? Wat kan je doen, wat kan je niet doen? Observeer, interpreteer niet. Interpreteren is een stap te ver. Want als je gaat interpreteren, dan ben je bezig met noise. Ja, dan zit er ruis op. <laughs> en dan zeg ja. ik, ik zie iets en ik, ga, ik denk daar... Hé, jij, jij hebt een tattoo, ik zie die tattoo en ik, ik ga daar bepaalde dingen aan koppelen. Mm -hmm. Waarvan ik denk dat ze gekoppeld moeten worden, maar die eigenlijk niet objectief zijn. Het enige dat je kunt zien is een tattoo. Mm -hmm. That's zo. En dus daar gaan we heel vaak in de fout. En dus wat heel interessant is, want het boek is ook vrij goed gestructureerd. Hij gaat dat uitleggen wat het verschil is tussen noise en, en, en bias. Hij gaat voorbeelden geven. Hij gaat ook in feite kijken van wat soort beoordelingen doen wij. Wij doen evaluatieve beoordelingen over dingen die gebeurd zijn. Zoals een jury. We hebben ja. iets gezien en we kijken ernaar en we doen daar een evaluatie van. Maar soms ook beoordelingen van de toekomst. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Ja. En dan ga je ook je referentiekader gebruiken. Dus hij heeft heel wat mooie voorbeelden. Uh, en dus voorbeelden ook van de verschillende soorten van bias. halo effect, confirmation bias, enzovoort. Mm -hmm. Zeer interessant. Maar wat voor mij het interessantste stuk is, is, als je het boek niet volledig wil lezen, lees dan deel 5. Mm -hmm. Hoe kun je het voorkomen, <laughs> dat lijkt mij dan het meest zinvol. Ja, de essentie dan. Ja, en, en daar wijst hij op die mandatory guidelines, zegt hij van: het is goed als je aan je beoordelaars een aantal dingen meegeeft, waarmee dat ze aan de slag kunnen en waarmee dat ze een. De lens waardoor ze kijken een stuk verkleinen, zodat mm -hmm. je meer gefocust kijkt naar dingen. Um, hij spreekt ook over de wisdom of crowds. Laat, men, laat verschillende mensen beoordelen, maar mensen die toch wel iets kennen over ja. datgene wat ze moeten beoordelen. Dus niet zomaar om TVW, wat dan weer een beetje een steen is naar social media, waar iedereen zijn mening maar spuit, ongeacht ja. of dat die expert is of niet. En ja. dus, er is niemand die dat kan afblokken. Hè. Um, dus ik vind het heel interessant. Hij uh, spreekt ook over inderdaad die, die uh, hygiëne die je kunt inbouwen door iemand het proces te laten uh, observeren en te kijken van wie is er hier nu uh, gebiased of wie zit er nu in, in mijn noise en wie niet. Dus uh, zeer interessant. Um, ik koppel het ook aan een recente column van Mark Bulens. Dat was ook een van mijn uh, mm -hmm. lievelingsprofessoren destijds in Trends. Die zegt, en dan maak ik de brug naar wat er juist over AI werd verteld. En, eh, dus uh, het feit dat ook AI zou gebiased zijn en dat ja. dat ook ergens toch wel... Maar goed, uh, uh, men zegt dan uh, garbage in, garbage out. Dus als, uh, als AI gebiased is, dan komt dat door ons, want wij We trainen dat het, systeem. Ja. Ja, ja. Maar hij zegt, en ik ga hem letterlijk citeren, terecht wordt gewaarschuwd voor biases in de AI, maar wij mensen zijn een rondlopende bron van de meest extreme beoordelingsfouten. Wij laten ons nauwelijks opvoeden en vertrouwen liever op populisten die handig inspelen op ons veilbare brein. Ja. Dus uh, het is ja. heel mooi gezegd om ja. te zeggen van ja, allee, we kunnen zeggen van die AI dat er bias op zit, maar we wij zijn nog liefde. veel meer gebiased. Ja. Dus denk ik, uh, lees eens waardig. En als je weinig tijd hebt, deel vijf. Deel vijf. <laughs> <laughs> Voor, uh, want het is, het is effectief een, een levig boek. En, en Mine ja. zegt, Cedric, uh, ik denk dat hij ons op een of andere manier toch gaat moeten bedanken. Want ik ga hem ook nog een keer uh, in, in de, in de kijker zetten tijdens deze actueel podcast. We hebben het heel uitgebreid in het nummer van mij. Over dat boek, waarbij dat Cedric en we hebben dat samen met een aantal HR-directors gedaan. daarop ingegaan zijn en eigenlijk een rol naar voren geschoven hebben voor de, de CHRO als beslissingshygiënist. om ja. erop toe te zien dat het bedrijf op elk niveau in de organisatie. de juiste of effectieve beslissingen neemt, door ervoor te zorgen dat op elk niveau zoveel mogelijk ruis, noise. Ja, verwijderd wordt, en we hebben het heel uitgebreid gehad over de mm -hmm. recrutering, maar het, het, het bulkt van eigenlijk zaken die jij ook hebt gezegd, maar dan toegepast naar, ja. naar HR en effectief. Hij verwees naar het onderzoek, ik herinner me dat in de rondetafel, naar die rechters, waarbij dat blijkt dat als het warmer is, dat mensen minder kansen hebben op vrijspraak, omdat de rechter het te warm heeft. Als je daarbij stilstaat. Amai. En dus, um, maar, dus, de rol voor HR om ervoor te zorgen dat er in een organisatie betere beslissingen genomen Absoluut. worden, vond ik een zeer, zeer interessant debat. Een, dus, uh, een echt eerbetoon aan een man die, ja, die toch wel dingen. Zeer, maar dat je, ja. denk ik, uh, op. Uh, ik heb het boek ook quasi uitgelezen waar je op een andere manier naar dingen gaat beginnen kijken. Ja. En dat blijft ja. hangen, dat zijn goede boeken die blijven hangen. Absoluut. Dat je zegt van ja, daar moet ik toch over ook, ook mezelf bewaken als ik uitspraken ja. doe. Want uh, ja, wij oordelen heel snel. Dus wij zijn ook heel snel in het... Uh het zetten van stempels op mensen enzovoort. En dat is niet altijd terecht. Nee. En heel vaak niet op basis van objectieve criteria, zoals uiterlijke kenmerken enzovoort. Iemand die op een bepaalde manier loopt of gekleed is, mm -hmm. uh, gaan we heel vaak al beoordelen zonder dat Ja, Ja, zonder dat die persoon uh, klopt. En elkaar kan. beïnvloeden als ja. we in teams beslissen, uh, in, in groepen van mensen. Maar bon, ik heb het gevoel dat we nog veel kunnen over vertellen. Maar om af te sluiten, uh, daarmee gaat je mij verrassen. Hein? De uitspraak van de maand, we hadden er initiële een andere genomen. We hebben Zegt, ik ben veranderd. Dus ja. uh, vertel, welke uitspraak is Wel, u bijgebleven? Ik ging het eerst even over een, een uitspraak van, uh, van Marx of Yves Marks in de Standaard en een Column over van Hoel. Maar ik zeg, er is al zoveel verteld ja. over van, oh, wat gaan we niet doen? Nee. En dus ik, ga dan, uh, ik had dan een, een ander artikel gelezen, een artikel in de Standaard van Annemie Vermeilen mm -hmm. over uh, ja, het, uh, het scheldwoord boomer. <laughs> Ja, okay. maar dat ze was echt ja, mm -hmm. allee, het lijkt wel of dat wij de boomers, het is in feite diegenen zijn die met de dikke pensioenen gaan lopen enzovoort. <laughs> en dus, <laughs> de bron van en, alle kwaad. En de jongeren, jongeren die verwijten ons dat van ja, boomer, hey, jij gaat straks met een dik pensioen daar, en zij, wij mogen daarvoor. En we hebben niets meer. En, ja. dus, uh, en het, ja, het ging ook over ja, uh, ook die uitspraken die gebeurd zijn over wat is een voltooid leven. Uh, dus uh, waarschijnlijk gekend ja. uh, dus uh, ja. uh, Mark van Rompel, een uh, CM, even in het nieuws geweest van wat is dat nu? En dus, ik heb dat gekoppeld aan, uh, aan het feit, en dank daarvoor, want je hebt dat erkend. Je hebt het niet laten voorbijgaan aan mijn verjaardag. Ik ben een prille zestiger geworden. Hè. Ja. Uh, en dus, uh, op het einde van dat artikel staat er eigenlijk een heel mooie spreuk uh, van blijkbaar een honoreerde Balzac. Die mm -hmm. zou gezegd hebben: L'homme meurt une première fois à l'âge où il perd l'enthousiasme. Dus, ik hoop dat dat enthousiasme niet verliest. Nee. En dat is ook ja. een van de redenen waarom ik blijf werken. Hè. Dus dat de dingen die ik doe, graag doe. Mm -hmm. En ik zou dat zeker niet, uh, niet willen verliezen. Ik hoop voor al die 60-plussers die moeten langer werken, mm -hmm. dat ze ook dat enthousiasme kunnen houden en dat ze een job vinden waarin dat ze dat kunnen etaleren uh, en gebruiken. Want effectief, ik denk op het moment dat je dus niet meer enthousiast kunt zijn over wat je aan het doen bent en waar je mee bezig bent, ja, dan, dan sterf je in de eerste keer. En dan, kun je zo, dan moet je misschien spreken over een voltooid leven, want als je dat kwijt bent, is alles weg voor mij. Oh. Dus ik vond dat wel een heel mooie spreuk. En ik vond die van Jan ook heel krachtig de laatste mm -hmm. keer. Ik moet minstens even krachtig uit de hoek komen <laughs> vandaag. Dus ik vond dat wel passend voor yeah. mijn verjaardag. Om te okay. zijn, want gelukkig yeah. maar, gelukkig maar. Is dat enthousiasme er nog? En, uh, en ik hoop dat ik dat nog heel lang kan houden. En dat dat ook zichtbaar is. Want uh, dat zou dan ook moeten gebruikt kunnen worden. om die jonge mensen te overtuigen. dat het wel ja. zinvol is dat mensen blijven werken. En dat ze langer werken. Dus vandaar werken, ja. heb ik dat uh, geselecteerd. Oh, mooi. Heel, heel fijn. Ik, misschien moeten we naast nieuwsgierigheid. wordt ook zo overal gestimuleerd. Dus bij enthousiasme vind ik misschien minstens even belangrijk. Absoluut. Hè? Ja, het is sterker dan engagement. Hè? Enthousiasme, ja, echt, en uh, enthousiasme. Is, is ja. En het is een resultaat van energie hebben, dus ik denk, uh, wanneer ben je enthousiast, wanneer dat, je, dat men voelt dat je, dat je energie hebt, dat je passie hebt voor wat je doet, en ik weet, dat is niet altijd, uh, dat is niet altijd voor de hand liggend, en soms moet je andere dingen gaan doen waar je die passie en enthousiasme kunt terugvinden, want het is niks ergers, denk ik, dan uh, wat men dan, uh, vanuit Amerika, overgewaaide kwijkwitters uh -huh. zeggen van, ik ga hier aftellen tot wanneer het gedaan is, laat me ja. maar gerust in mijn hoekje wegkwijnen ja. tot de laatste dag. Dat zou het niet mogen zijn. Nee. Want dan kan ik mij wel, kan ik mij wel begrijpen dat jongeren zijn van die kerel daar die verdient veel meer dan ik. En zijn hun is de niet oké. Okay. En dan zitten we met mijn probleem. Ja, oké. Okay. Heel fijne podcast alweer. Frank, ik heb ongelooflijk veel bijgeleerd. Het was ook heel aangenaam om te doen opnieuw. Dank je wel. Met veel plezier. Daarvoor. Tot De volgende keer. <laughs> Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast even interessant? Ja, vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. En heb je naar meer weten, dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken en te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal. Of via jouw favoriete podcastapp. Het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.